Er waren nog zoveel spannende plekjes te ontdekken. Neem nou de Efteling. In de Efteling hadden we vrijheid. Want er waren geen ouders die op onze vingers keken. Daar speelde heel ons sociale leven zich af. Gingen we op de fiets naartoe en ja, dat was de place to be. En in de Efteling was er natuurlijk nog iets. De Tietenberg, ja. Er waren gewoon twee bergen. Die leken op. En daardoor werd het dus de Tietenberg genoemd, ja. Waar zeg maar alle jeugd van Kaatsheuvel en Leun op Zand voor het eerst een tongzoen in kregen. En dat noemden wij vroeger plekken. Ik ging eigenlijk ook meer voor de wat spannende dingen zoals de Python en dat soort dingen allemaal. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik toen al echt voor de meiden ging, nee. Wij waren echt in die tijd ook snel aan het puberen. Dan ga je toch afzetten. En je krijgt interesse voor jongens, voor je uiterlijk. Ja, en dat zijn allemaal dingen die ouders juist zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Het is allemaal goed bedoeld. Maar ja, ze mocht niet zo heel veel, dat zeg ik eerlijk. We deden heel veel dingen stiekem. Dus we zochten de spanning op. Dan zeiden we bijvoorbeeld dat we naar de Efteling gingen en dan fietsten we stiekem naar Den Bosch. Daar hebben we volgens mij 1,5 uur op gefietst. Dus toen we er waren moesten we meteen weer terug. Want anders waren we te laat thuis en dan viel het op. Hoe kwam dat? Dat jullie zo geobsedeerd waren? Misschien omdat er gewoon een saai dorpje was. Ik weet niet, zocht de spanning. En die spanning vonden ze in het pretpark om de hoek. In onze tijd in de Efteling liepen we rond. Gingen we op stukkenjacht. En van de jongens kregen we dan allemaal foto's. Of we schreven hun adressen op bierviltjes. En dan lieten we nooit meer iets van ons horen. Hier spraken dus of dan zat iedereen op die bankjes hier. Ja. En dan liepen we zo langs, weet je, kijken of je haar goed zat. En dan keken we of hier iemand zat. En hier waren het ook drie verschillende groepen. Weet je, een beetje breakdancers waren het. Dus die waren aan het bettelen met elkaar. Hier, en dat gebeurde altijd hier op het plein. We kwamen elkaar tegen en dan werd er gebetteld, werd niet gevochten of zo. Maar die battle was tussen dansen. Ja, dat was de battle. Ja. Zoals het nu ook op tv is eigenlijk. Leuk toch? Alleen nu zijn ze beter. Dus jullie kwamen hier en hier sprak je af en hier werd geflirt? Hier werd geflirt. Hoe ging dat dan? Waar stond jij en... Nou, we gingen eerst naar de toiletten achter om zeep in ons haar te doen. Dan had ik echt zeep van thuis meegenomen en snel zeep in mijn haar en om haar omhoog te krijgen. Dat mocht natuurlijk thuis niet, dus wat deden we dan? Dan namen we alles mee naar de Efteling. En dan gingen we daar in het toilet, gingen we dus haren, make-up. Witte lippenstift en een oogpotloodje van Gallery. En dan deden we met een aansteker het oogpotloodje warm maken en dan smeerden ons helemaal vol. Flink lippenstift op. Dan konden wij dus ook in de carousel kijken hoe onze make-up eruit zag. Daar staat allemaal spiegels. Hadden jullie buiten iemand ontmoet en dan gingen jullie hier naar binnen toe? Dan gingen we hier naar binnen en dan gingen we heel stiekem in een hoekje staan. Want hier was het donker. Hier was het heel donker en heel spannend, hoor je ook, hè? Onweer. En dan gingen we dus heel stiekem in een hoekje staan en dan gingen we heel stiekem met elkaar kussen, denk ik. In dit soort nisjes, als die er al waren toen? Ja. Daar was het donker en daar had niemand iets in de gaten natuurlijk. En dan bleven we volgens mij een gedeelte buiten. En als je dan wilde zoenen, dan ging je de dioramahal in. De dioramahal was het een beetje donker. Nou, dat snap je ook wel. Leuke dingen. Ja. Dat was mooi. Ja. Dan gingen wij wel mee, want we gingen niet alleen zeg maar, met zo'n jonge dioramahal in. Dat moest dan wel gezamenlijk. Niet dat zij erbij stonden, maar... Ja, je ging niet alleen. Dat waren de grote ontdekkingen natuurlijk als puber. Ja, nee, leuk. Echt heel leuk. Ik bedoel, als je het in zo'n setting mee mag maken... Ja. Beter dan ergens in de stad houden, lijkt mij, toch? Ik vind het wel eng, hoor. Nee, het is wel spooky. Ja,